Dag mensen, een hele goede morgen. Welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. En abonneer je op het kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En het delen van de video in WhatsApp groepen, Facebook groepen en dergelijke is heel fijn voor het YouTube algoritme. Dus ga dat lekker doen. En in deze video gaan we kijken naar Bitcoin. Gaat dat door naar $77.000? De totale market cap krijgen we daar 3,7 biljoen voor. En we gaan kijken naar een aantal altcoins. Dus blijf lekker zitten en neem een kopje koffie. En we beginnen natuurlijk eerst met wat nieuws. Want gisteren natuurlijk een hele mooie stijging. Het was deels een short squeeze. Maar vooral ook is er iemand geweest die 1,6 miljard aan Bitcoin gekocht heeft via market orders in 5 minuten. Dus ik krijg vaak de vraag: John, jij zegt nu al maanden, er is accumulatie gaande, de grote jongens zijn aan het kopen, waarom gaat die prijs niet omhoog? Nou, dat is dus doordat zij dus niet via market orders aan het kopen zijn op de beurzen, maar dat allemaal OTC doen, over de counter. Zodra een grote partij dat dus doet via market orders, dan zie je dus een enorme pump in die prijs. En dat is niet wat ze willen, want dan betalen zij meer voor die bitcoins en zij willen natuurlijk zo goedkoop mogelijk inkopen. Waarom dit dan gebeurd is, dat weet ik ook niet. Misschien dat een van die whales juist even een goede pump wilde geven. Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten. Goed, ook interessant. Nog even terug naar de ETF's. Gisteren wat uitgebreider gehad over de ETF's. Mogelijk midden oktober een goedkeuring. En wat we zien is dat een van de ETF's die goedgekeurd kan worden, die kan van CME komen. Dus de futuresbeurs. En wat we dus eigenlijk zien, even kijken, mezelf even aan de kant schuiven, is dat de meer interesse is en meer posities zijn op de CME futures ten opzichte van Deribit. En dat is in het rood, terwijl Deribit eigenlijk vaak een van de grootste is. Dus de kans wordt steeds groter dat ja, zo'n ETF toch goed wordt gekeurd en dat dat wellicht dan ook van CME kan zijn. Interessant, interessant, interessant. En daarbij, er zijn nu veel geruchten gaande dat die ETF goedgekeurd kan worden. Wat betekent dat als dat eenmaal aangekondigd wordt, dat we wellicht nog een laatste pump kunnen zien, maar dat het ook een buy the rumor, sell the news event kan zijn. Dus ja, let daar goed op. Ook tof om te zien, 94,3% van de Bitcoin holders die zit in de winst. Een klein gedeelte nog niet. En dat is hetzelfde als net voor de grote verkoop in mei. Dus goed om te zien dat iedereen in ieder geval blij is. Dan Bitcoin even op de wekelijkse. Wat ik jullie ook nog even wil laten zien is ook wel leuk. Vind ik zelf in ieder geval. Maar 6 september. Je ziet hier 7 september staan. 6 september. Een vriend van mij die vroeg: John, moet ik Bitcoin kopen? En die wilde natuurlijk instappen op FOMO. En net als wat we nu zien. Heel even teruggaande naar de Fear and Greed Index. Een week geleden stond het nog op 20. We staan nu weer in de Extreme Greed op 76. Dus altijd een slechter moment om te kopen dan wanneer de extreme fear is. Dus deze persoon die wilde dat ook doen. Die wilde Bitcoin kopen. En ik zei, nou, wacht nou nog maar even. Er is FOMO, er gaat een drop komen. En de dag daarna, op 7 september, kregen we ook een flinke daling. En ik zei tegen hem ook, je ziet dit plaatje, het wacht op het juiste moment. Ik zie rood gebeuren en daarna groen. En dat is dit plaatje weer uitvergroot. Dus een rode pullback richting die blauwe box en dan groen. Dus je hebt natuurlijk nooit zekerheden, maar alles leek erop dat we dat zouden gaan krijgen. En dat is wat we nu ook op de wekelijkse eigenlijk zien. Super mooi om te zien. We hebben een high gemaakt ten opzichte van de laatste high. Dus deze high hier hebben we nu gebroken. Positief. De groene lijn is gebroken. Het beste is als we daar op de wekelijkse in ieder geval boven kunnen sluiten. En dat betekent dat inderdaad dat we die groene lijn kunnen gaan volgen richting de $100.000. Wellicht eind dit jaar, als het echt een enorme FOMO pump wordt. Maar dat is natuurlijk nog even afwachten. Maar dat we doorgaan omhoog, dat is inmiddels duidelijk. Dan, in de Premium Discord groep, zo direct daar nog meer over. Daar deel ik mijn trades in, mijn voorspellingen, om het maar zo te zeggen. Maar ook andere traders doen dat. Dus ook op de daily werd door een van de traders een mooie daily cap en handle gezien. Die heeft een technische target van $77.000. Dus die zie je hier, eigenlijk hier een grotere cap. En hier een handle, die inmiddels dus ook is uitgebroken. Die heeft een technische target van de $77.000. En dat kan wel 1 à 2 weken duren voordat we er komen. Afhankelijk van hoeveel FOMO en een goedkeuring van een ETF. Want dat is over een week waarschijnlijk. 7 tot 11 dagen. Dus dat zou heel snel kunnen gaan. Het is even afwachten. Maar goed, voordat we dat krijgen, wat hebben we op de kortere termijn voor de boeg? Dus gisteren was er nog
toch enigszins bearishness. Op de lagere timeframes was er een rising wedge te zien. En ook die is weer vrolijk uitgebroken. Op de lagere timeframes hebben we meerdere bearish patronen naar boven zien uitbreken in de afgelopen dagen. Dus dat is wel een sterk punt. Wel zien we de RSI, die is overboord. En elke keer als we dat eerder kregen in de afgelopen weken, toen kregen we al iets van een daling. En nogmaals, ik zie de huidige situatie eigenlijk als een vergelijkbaar met wat we hier zien. Dus schrik niet als we in ene keer een 10% tot 13% daling krijgen. Zeker een buy them dit moment. Maar laat je niet uit je positie shaken. Hè? Dus dat kan gewoon een goede shakeout zijn. Dus let daarop in de komende dagen in ieder geval. Dus weerstand. We zijn tot stilstand gekomen op de 55.800 op dit moment. Volgende weerstand, die zit op de 58.000 tot 57.000. Dus dat is eigenlijk hier aan de linkerkant het uitbraakpunt. Toen we de grotere rising wedge door naar de 30.000 kregen. En ik zei toen de tijd, we krijgen niet een rising wedge. Dat we zo ver diep naar beneden zouden gaan, was een van de mogelijke opties waar we wel voor gepland hadden. Maar niet heel mooi op hadden getrade. Wel naar de 46.000. En daarna zei ik, we gaan hier kopen, dit is de bodem, we gaan daarna een paar maanden accumulatie krijgen voordat we weer uitbreken en de volgende bull market of de tweede helft van de bull market starten. Dus alles lijkt wel volgens scenario te willen gaan verlopen, dus ik verwacht ook nog steeds meer groen. Goed, weer terug naar de kortere termijn, dagelijkse goede pump. Volume oplopend, positief, ook boven het gemiddelde, twee keer zo hoog. Dus dat is gewoon sterk, maar RSI is overboord en we zitten gewoon in een weerstandszone. Dus we zouden nog kunnen doorschieten richting de 58 tot 57. Op de lage timeframe zouden we een Bart pattern kunnen krijgen. Dus daar gaan we even naar kijken. Dus op de lage timeframes ook weer een hele goede pump. Dus er was die rising wedge gisteren. Die is dus ook wederom naar boven uitgebroken. En heeft hij eigenlijk weer, niet nieuwe all-time highs gemaakt, maar weer nieuwe highs gemaakt. Dat is positief, ook met volume. Dus dit is waarschijnlijk het hoge volume waarop die whale heeft gekocht in ieder geval. En daarna was er nog een symmetrische driehoek te zien binnen die rising wedge. Die brak wel naar beneden uit, maar ook hier dus weer kracht. Hè? De bulls die stappen meteen weer in en er was eigenlijk gewoon een fake-out en de koers die keerde vrij hard om. Dus op de kortere termijn zien we nu dus wat consolidatie. Als dit doorbreekt, dan zie ik dus de koers doorgaan richting de dagelijkse weerstanden tussen de $57,400 en de $58,000. Maar dit kan ook een BART pattern worden, hè, dus een BART patroon. Eigenlijk kennen we die alleen maar in de cryptocurrency. Hè, waarbij de koers eigenlijk zijwaarts actie vertoont om vervolgens de eerdere pump die we hier dus zien, boom, 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 weer helemaal terug te geven. Dus dat is zeker een mogelijkheid die we kunnen krijgen. En als we dus de laatste high zien breken op de 55.800, dan kunnen we nog een goede pump omhoog krijgen. Hè, waarbij dus de weerstand die hier zit, uitbraak, hertest en dan die trade door naar boven kunt pakken. Dus laten we kijken wat we op de korte termijn zullen krijgen daarvandaan of hiermee. Ik wilde volgens mij nog iets zeggen. Nee, volgens mij niet. Nou goed, we gaan kijken wat het wordt. Overigens, wat ik inderdaad wilde zeggen, ook hier die groene lijn doorbroken. En als we hier dus een 10 tot 12 procent dip krijgen, dan ga je dus weer terug naar die groene lijn. Dus dat zou een mooie hertest zijn. En dat valt ook samen met de 0,382 Fibonacci die ik hier op heb staan. Dus even Bart weghalen. Dus de 50.113. Dus het zou mooi zijn als we daar ook boven kunnen blijven. Dus ook voor degene die nog een instapmoment zoeken, wacht niet totdat we hier komen. De Golden Pocket en de 200 Moving Average op de 4. Het is een mogelijkheid, maar de kans is gewoon aanwezig dat we daar helemaal niet komen. Dus als je wilt instappen, inladderen in deze zone met een focus hierop. Wat dat betreft, zou ik dat zelf op die manier aanpakken. Goed, wil je ook leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je leert wat traden is, hoe je het zelf kunt doen. En je komt dus ook in een premium Discord groep terecht, waarbij ik meerdere updates over de dag heen deel. Over Bitcoin, andere altcoins, andere interessante dingen over crypto. Je kunt ook eerst een gratis kennismakingscursus doen om te kijken of het wat voor jou is. Handel in cryptocurrencies deel 2, long gaan, short gaan. En voor cursisten 2 hebben we een hele mooie trade ingezet voor de $100,000 en potentieel hoger. En je kunt dus ook gewoon een week meekijken in de premium Discord groep om te kijken of het wat voor jou is. Dan Ethereum, die lijkt dus wat meer
te doen wat ik gisteren zei. Het is een klein uitbraak boven de weerstand van de 3573 en daarna meteen een dip naar beneden. En ook hier een goede fake-out, dus de rising wedge die brak naar beneden uit, maar die werd meteen weer opgekocht samen met Bitcoin. En daarna hebben we dus ook weer een nieuwe high gemaakt. Maar ook hier marginaal higher highs. Het is niet meer een mooie rising wedge, maar het is ook niet per se een teken van kracht. De focus ligt wat dat betreft op Bitcoin. En Ethereum die zal gewoon nog even moeten gaan afwachten. En ook als we kijken naar Ethereum versus Bitcoin op de 4 uur. Er wordt heel veel teruggegeven. Heel veel rotatie naar Bitcoin toe. De RSI die begint hier erg oversold te raken. Dus die zit op de 18 wat dat betreft. Dus hier zouden we zeker een bounce in kunnen verwachten. En dat betekent, wat we vaak moeten zien voor altcoins, is dat Bitcoin een eigenlijk uitgeraasd moet zijn. Dus of naar zijn stijging, consolidatie. Dan kunnen de altcoins bewegen. En daar is, dat is iets waar we even op moeten wachten. Totdat Bitcoin dus eventjes klaar is. En dan zou Ethereum versus de dollar nog een mooie boost omhoog kunnen maken. Richting de 36,79. En wellicht de all-time highs gaan testen. En daarvoor heeft het zeker de Ethereum versus Bitcoin nodig. Dat dit omhoog gaat. Dan nog even naar de total. Dus dit is al het geld in crypto. We zitten inmiddels weer boven de 2,3 biljoen. Of we zitten op de 2,3 biljoen, dus dat is goed om te zien. We zitten 2 biljoen, dat was eigenlijk wel een belangrijke weerstand om te breken hier. Die is inmiddels gebroken en ook hier weer gehertest op deze manier. Dus hier weerstand, uitbraak, hertest en door naar boven. En we zien ook hier net als bij Bitcoin eigenlijk een grotere cup and handle. Dat betekent dus dat in de komende weken en maanden kunnen we misschien nog wel doorgaan naar de 3,77 biljoen voor market cap in crypto. En dat is een hele mooie stijging en dat zal ook zeker opgemerkt worden door de big boys. Die zitten er natuurlijk al in, maar wellicht komt er dan nog meer. Dan gaan we kijken naar de verzoekjes vanuit de comments. En eentje die we ook die ik alleen in de Premium Discord groep heb gedeeld. Maar we beginnen met Phantom. Dus sinds de laatste analyse, symmetrische driehoek, consolidatie. Dit kan altijd beide kanten op uitbreken. Dus je trade wat dat betreft dus de uitbraak. En hier hebben we dus een mooie uitbraak naar boven gekregen. Eigenlijk wat meer zijwaartse consolidatie. En sinds een paar dagen zit hier ook weer een hele mooie stijging in. Dus ook FTM, die is... En daarom is het altijd... geduld hebben. Ik heb het altijd over geduld, zeker ook in de cursus. Daar leer je alles over hoe je geduld moet hebben, want we kregen hier een hele mooie pump voor FTM. Maar je stapt niet in op FOMO, want wat je dan vaak toch krijgt is een dump. Dus ook hier heel mooi, van de top naar de golden pocket, wat altijd een mooi moment is om in te stappen. 50% dip wat dat betreft. We zijn veel eerder ingestapt. Maar goed, vanaf de golden pocket, mooie pump omhoog eigenlijk hier, na wat consolidatie. En we zien dus dat het weer richting de all-time highs gaat. Maar het wordt daar ook op afgewezen. De 4 uur RSI is ook hier overboord, dus een dip hier is niet gek. En we zouden daarbij dus een grotere cup en handle ook kunnen gaan vormen. Met hier een cup en hier dan de handle. Hè, waarbij de koers dus eigenlijk teruggaat, waarschijnlijk naar de 0,32 hopelijk. Dan zou nog zelfs een bullfly kunnen vormen. En als we wat dieper gaan naar de 0,5, dan gaan we dus ook terug naar de golden pocket weerstand. Dus van de swing low hier naar de swing high is dit de golden pocket weerstand. En je ziet eigenlijk ook dat de koers, die heeft die eventjes stilgestaan voordat het door omhoog schoot. Dus hier zit een mooi supportpunt. Dus als we hier een mooie handle zouden kunnen vormen in de komende dagen en weken, dan zie ik de koers ook weer flink hoger gaan. Eerst volgende technische target is dus die all-time high. Daarna 2,35 en de 2,89. Dus dat is nog een mooie stijging van, als we teruggaan naar de 0,5, 80%. Dus hou FTM zeker in de gaten. Dan, volgende verzoek uit de comments. Request Network, geloof ik. Ja, REC. En daarvoor gaan we eerst even uitzoomen naar de wekelijkse. Deze heb ik volgens mij al heel lang niet meer gezien ook. En wat we hier zien is ook, pump en dump. Maar ja, dit gaat terug naar 2017, 2018. Ik vermoed dat we voor REC nooit meer die all-time highs aan gaan raken. Even kijken hoe het er eigenlijk uitziet van hier naar de bodem. Ongeveer. Nou, dan zie je dus dat we richting de 0,382 gaan. En veel altcoins hebben, tenminste veel, een aantal altcoins, een sterkere altcoins zoals Cardano, die hebben die natuurlijk al lang verbroken. Dus REC, niet een van de sterkste coins.
Ook al hebben we in de recente weken in augustus 2021 nog wel een goede pump gezien. Wat we eigenlijk zien, flinke dump, bear market, consolidatie, rounding bottom, cup and handle eigenlijk, uitbraak. En de uitbraak is nu gehertest. Dus als we op de wekelijkse nog even blijven, zien we dus dat er een enorme pump is geweest, ook op goed volume, wat in ieder geval laat zien dat de accumulatiefase ook voorbij is. Zien we dus dat de koers veel lange wicks aan de bovenkant heeft en dat is zeker bearish. Dat betekent gewoon dat er winst wordt genomen en daarbij is de koers dus weer teruggegaan naar, naar de support hier op de wekelijkse. Heeft hem hier eigenlijk gehertest, ook in de golden pocket regio beland. Dus in principe zou ik durven zeggen voor request network dat de bodem in ieder geval is bereikt. Dus golden pocket, hertest van de laatste highs, dat is positief. Dus wat we hier moeten zien voor request network, wat we waarschijnlijk krijgen, zeker omdat het niet een van de sterkste coins is en omdat de focus op Bitcoin zal liggen, is hier waarschijnlijk iets van consolidatie. Dit kan misschien nog wel een paar weken duren voordat we eindelijk misschien iets van een rounding bottom hier vormen op deze manier en dat dan uitbreken. Maar dat kan rustig nog een paar weken duren. En als we de low verbreken op 0,16, dan zou ik wat meer oppassen. Dan gaan we weer flink terug naar beneden. 0,13. De 200 daily moving average en wellicht weer naar deze target hier op de 0,009. Dus request network, waarschijnlijk consolidatie voordat er een uitbraak komt. Kan nog weken duren, dus je kunt je geld beter aan het werk zetten op andere munten. En als laatste gaan we kijken naar XPR. En XPR is eentje die ik een paar dagen geleden in de premium Discord groep deelde. En ook hier een mooie grote inverse head and shoulders. Die is uitgebroken. Heeft net niet zijn technische target gehaald helaas. Maar de target 1 is wel gehaald. Mooie 50% stijging. En dit soort trades dat deel ik dus ook in de premium Discord groep. Die komen niet op YouTube of op andere social media. Dus als je hier ook gebruik van wil maken, kom ons in de premium Discord groep joinen in ieder geval. Ja, dus dat. Goed, dat was het voor deze video ook. Ik zou zeggen happy trading. Een hele fijne dag. En tot morgen weer.